Dan komen we bij het vragenrecht van de raadsleden. En daarvoor hebben wij twee verzoeken binnengekregen. En ik zou graag willen starten met het verzoek van de heer Van Oort van de fractie van de Dorpspartij. Meneer Van Oort, aan u het woord. Ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Afgelopen vrijdag waren wij getuigen van de behandeling in Provinciale Staten van het PIP N279 Veghel-Asten. En helaas was daar een negatief resultaat voor de gemeente Gemert-Bakel te beluisteren. We krijgen geen 2x2 en we krijgen wel een lange omleiding. En wat viel ons nog meer ter oor? De reactie van de Provinciale SP-fractie, die toch contact had gehad met de Gemert-Bakelse fractievoorzitter en die het Gemert-Bakelse standpunt eigenlijk van binnenuit ondermijnde. Dat wil zeggen, hij was ineens van gedachten veranderd en steunde de brief van Gemert-Bakel niet meer. Los daarvan, voorzitter, want er was nog wel een lichtpuntje tijdens de inspreekronde in de commissiebehandeling op vrijdag 23 november, waar diverse van onze gemeenteraadsleden hebben ingesproken om toch nog tot een goed besluit te kunnen komen. De gedeputeerde Van der Maat die heeft daar een handreiking gedaan. Een handreiking aan het college van Gemert-Bakel om te bezien hoe dat de bereikbaarheid van de gemeente Gemert-Bakel in algemene zin verbeterd kan worden. En naar aanleiding daarvan heb ik twee vragen aan het college. Hoe gaat het college procesmatig om met de handreiking van de gedeputeerde Van der Maat? En wat zal de inhoudelijke en concrete inzet zijn van het college richting de gedeputeerde voor verbetering van de bereikbaarheid van onze gemeente? Dank u wel. Meneer Van Oort, dank u wel. Dan kijk ik. Oh, ik zie dat er een aanvullende vraag van de heer Hoevenaars. Nee, geen vraag. Ik zou graag even reageren. Ja, u bent daartoe uitgedaagd, dus ik geef u daar graag de gelegenheid voor. Meneer Van Oort, u zegt dat ik... We beginnen vanavond meteen goed, hè? Dus ja. als u dan niet meneer Van Oort... Nee, nee. Als u dan via mij doet... Ik wil even hierop reageren, via voorzitter, mij. Als dat gaat. Ja, via mij. Dank voorzitter, u wel. Ik wil even reageren op hetgeen wat meneer Van Oort van de Dorpspartij hier neerlegt. Meneer Van Oort die zegt dat ik van standpunt veranderd zou zijn. Dat heeft hij gehoord, waarschijnlijk uit woorden uit de mond, met woorden van een provinciaal raadslid. Dus u neemt aan dat zij de waarheid zegt. U hebt niet met mij contact genomen of dit waar is. Gelukkig hebben andere partijen dit wel gedaan. En ik heb dus gezegd dat dit absoluut niet waar is. Ik heb ook contact gehad met de betrokken persoon. Zij heeft ook toegegeven... Nee, dit heb ik ook niet gezegd in die zin. Ja, blijkbaar heeft ze het wel gezegd, want dat hoor ik van anderen. Ja, en u heeft dit niet gezegd. Dus er is hier toch gemanipuleerd. En ik vind het bijzonder jammer dat u, laat ik zo zeggen, haar gelooft en niet de moeite hebt genomen om dit met mij kort te sluiten. Maar ook dat accepteren. De andere partijen hebben dat gelukkig wel gedaan. Dus het is niet waar wat daar gezegd is. Dank u wel, meneer Hoevenaars. Ik denk dat dat geen reactie behoeft van de heer Van Oort. Dan gaan we toch nog even naar de vraag die gesteld is. En daarvoor vraag ik wethouder Van Dijk naar voren. Mevrouw Van Dijk. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ook wij hebben de uitspraak inderdaad van meneer Van der Maat gehoord met betrekking tot deze handreiking. Nou, intern zijn we natuurlijk gaan kijken van ligt er iets vast van een handreiking en is er ook iets mee gedaan. Dat is helaas niet het geval. Dus wat we hebben gedaan is een afspraak gemaakt met de heer Van der Maat om dit inderdaad te gaan bespreken. Want dat lijkt me de meest logische vervolgstap. Kan zo'n handreiking dan zijn, vraagt u. Er moet in ieder geval een provinciaal belang aan zitten. Dus het is niet zo dat wij maar alles kunnen vragen, ons handje kunnen ophouden en dat we dat maar krijgen. Dus ik denk dat we er gewoon heel goed over na moeten gaan denken met elkaar. En dat doe ik graag samen met u. Ik zie een aanvullende vraag van de heer Giebels van de fractie Lokale Realisten D66. Ik ben heel erg blij te horen dat ons wethouder contact opneemt met de gedeputeerde in Den Bosch. Ik zou willen vragen, of dat mogelijk is weet ik niet, maar ik denk het wel. Ik zou willen vragen om dan ook aan de orde te stellen, als die lange omleiding er toch zou komen onverhoopt, om de natuurcompensatie in onze gemeente te laten plaatsvinden. Dat is er eentje die zeker op het lijstje zal staan wat mij betreft. Ja.